Liefdagboek. Afgelopen donderdag speelde Nederland tegen Kameroen. Het was een leuke wedstrijd. Ik heb gekeken met al mijn vrienden. Ik heb geen eens vrienden. Yo, what up, gasten. Nederland is eindelijk door uit de poolfase. En daar mogen we best blij mee zijn. En dit omdat heel veel landen logischerwijs uit het toernooi vallen. En geloof me, ik val er ook heel vaak uit. Heel vaak uit mijn bed. Nu wil ik direct even ook over één ding praten dat jullie graag wouden. Het WK-nummer van Shakira. En in alle eerlijkheid, ik praat er niet eens over. Kijk naar dit plaatje. Dat plaatje zegt toch genoeg. Waarom zou ik het over een nummer willen hebben waar ze zo dansen? Het is gewoon niet mijn smaak. En wat ook niet mijn smaak is, zijn de interviews. Zo begin ik mij langzamerhand te ergeren. Aan die Nederlanders die buitenlanders interviewen terwijl ze niet eens hun taal spreken. Dus bijvoorbeeld een Nederlander die vraagt aan een Sloaak hoe de wedstrijd verliep. De tweede wedstrijd is net gespeeld. Je bent Sloaaks. Wat vond je van de wedstrijd? Krava, je mokrie, Nakaplazi. Daar sta ik dus geen hele kut van, hè? En nu mag jij misschien denken, Bardo, what the fuck, kan jij Sloaaks? Nee, niet echt. Ik heb gewoon zitten googlen en één zin lopen vertalen. Eergisteren had Wesley Sneijder last van zijn kuit. En gisteren is bekend geworden dat Rafael van der Vaart een blessure heeft aan zijn kuit. En nu kan ik heel flauw een grap maken over Dirk kuit. Maar als ik dat doe, zou het niet banjo waardig zijn. En dat brengt mij alweer bij het einde van deze show. De vraag van vorige week was aan welke Pokémon, denk ik. Ik had zelfs in de comments nog een hint gezegd. En die hint luidde, denk aan Sloaakije. En Sloaakije lijkt heel erg op Slowpoke. En dat was dus ook het goede antwoord. Ook zie je trouwens nu alle leukste comments van de vorige aflevering hieronder in beeld staan. Ik had er heel veel antwoorden verwacht van Snorlax en Pikachu. En ik had er een paar ontvangen. Zeg maar gerust een paar honderd. Ik zou mezelf trouwens ook vergelijken met Snorlax. Afijn, de prijsvraag is geraden. De winnaars hebben van mij een bericht ontvangen. Er waren te veel winnaars, dus ik ga nu nog loten wie deze krijgt. Maar de winnaars ontvangen zeker bericht. En nu deze twee eruit zijn, heb ik een andere prijs. Deze, Made in Holland. En dan mag jij misschien denken, wat een kut CD. Maar nee, hier staan echt goede dingen op, zoals Ferry Korsten op nummer 11. En die wil je winnen. Daarom is dit gewoon een gokvraag of je gaat googelen. Die Sloaakse zin die ik er straks zei. Krava, je mok hier. Wat betekent die? Ik verwacht niet dat die goed geraden wordt. Maar mocht die goed geraden zijn, dan win je die. En anders wint de persoon die hier dichtbij zit tussen de. En dat brengt mij weer akelig dicht bij het einde van de show. Sterker nog, het is het einde van de show. Dus daarom, groen duimpje, abonneren kan hierboven. Mocht je de prijs willen winnen, geef je antwoord in de comment. En sluit ik af met de wijze woorden. De natte running op het strand.